Stagiairs in de rechtspraktijk boezemden vroeger weinig vertrouwen in. Fuchs en Helen. Oh my, zeg. Daar kunnen we waarschijnlijk niks mee aanvallen, maar het is niet anders. Hè. Ja, om het dan echt cru te stellen, het merk van de Nantas was belangrijker dan het werk dat ze moesten afleveren, bij wijze van spreken. Jullie de mannen, ik zie de restje. De studenten kregen veel verwonderde blikken, maar weinig interessante taken. Amai, je meent het precies, of wat? Dat vernieuwd stageproject was zeker en vast nodig, omwille van het feit dat we zagen dat in de praktijk de stages en de stagebegeleiding niet altijd vlot verliep. De studenten waren niet goed voorbereid. De begeleiding op de stageplaats zelf verliep ook niet altijd even vlot. De meerwaarde die de student betekende was soms beperkt. Enkele ondernemende dames hielden een pleidooi voor verandering. Na een vruchtbaar proces behaalden zij een opmerkelijk resultaat. We gaan van een abstract, theoretisch werk naar een praktisch project. We organiseren in tweede jaar Experience Days, observatiestages. Bepaalde theoretische leemte die de student eventueel zou hebben, wordt ook opgevuld via het voorbereidend werk. We organiseren een stagebeurs waar alle sectoren vertegenwoordigd zijn van het recht. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit nog verbeteren door de begeleiding op te drijven. Studenten die weten waar de stageplaats voor staat, dat zij ook weten waar de stageplaats mee bezig is. We bereiden de studenten voor op een sollicitatiegesprek. Studenten die zeer gemotiveerd zijn, die weten dat waar dat ze aan werken, dat een blijvend resultaat heeft. Kwaliteit voor iedereen, zodanig dat zowel stagementor, de school en de student komen tot een win-win relatie. Voilà. De bedoeling is uiteraard om professionele bachelors af te leveren die direct inzetbaar zijn. Ik denk dat dat project juist een heel goede tool is om aan te tonen dat studenten inderdaad inzetbaar zijn. Want zelfs tijdens hun stage zijn ze dus eigenlijk al bezig met gewoon mee te draaien in het bedrijf. Het is pas in dat derde jaar in die stage dat eigenlijk alle aangeleerde gegevens, praktische oefeningen, dat die daar tot in de realiteit zullen moeten uitgevoerd worden. En dat de studenten ervaren dat wat ze geleerd hebben, nu in de praktijk kunnen, dat ze het nu kunnen toepassen. We moesten tot een eindresultaat komen dat op maat van de professionele bachelor was, niet op maat van een academisch niveau. En we moesten iets hebben waar dat de student iets aan had en we moesten iets hebben waar dat de stageplaats iets aan had. Goedemorgen allemaal, mijn naam is Helen van der Perre en ik kom hier de komende week in stage lopen. Ik heb gisteren dit dossier doornomen en ik heb dan ook nog het strafwetboek en het wetboek van strafvordering, de artikels overlopen. Dus ik ben ervan overtuigd dat ik voor jullie hier een aanwinst zal zijn de komende weken. Veelbelovend, ja. Ja, we zien wel zeker. Hè. Goedemiddag, ik ben Rachid Miri. Ik ben student aan de Karel de Grote Hogeschool en ik kom jullie hier een handje helpen. Maar zoals u ziet ben ik heel goed voorbereid en ik ben er dan ook van overtuigd dat ik een heel goede aanwinst kan zijn. Amai, je meet het precies, of wat? Ja, Rachid, daar gaan we een goeie aan hebben, denk ik. De student die naar een stageplaats ging om daar de nagels te veilen en te lakken of de kopjes koffie te zetten of de stapels documenten moest klasseren, die is absoluut voorbij. De student die vanwege rechtspraktijk op een stageplaats verschijnt, die heeft een ernstige theoretische bagage en die weet van aanpakken en de stageplaatsen die weten dat op dit ogenblik ook. Ja, je voelt dat elk jaar een stapje hoger en hoger gaan.
En dat is wel goed voor ons ook, omdat het dan echt een surplus is aan de intensiviteit van de dienst eigenlijk, dat ze daaraan kan meewerken. Wat vragen wij dan ook altijd van wie dat die gelden afkomstig zijn? Want het is dikwijls familie en zo. En als de meeste dingen van de theorie die ik hier toepas, heb ik ook wel in het laatste jaar gezien. Nog maar net voordat de stage begon. Dus ik was toch wel al heel goed voorbereid. En aan het voorbereidend werk was dat nog vrij gemakkelijk om te maken, aangezien we met die leerstof allemaal bezig waren. En dan gaan we even die antecedenten aftrekken. Om dat in de werkkaf te steken. En dat zijn dus gewoon die antecedenten van hier in Antwerpen? Ja. Je komt ook veel gemotiveerder naar het werk. Je weet dat, dat de mensen hier op je rekenen. Dat ze ook verwachten dat je hier werkt, dat je bepaalde zaken in orde brengt. Dat is je vertrouwen met toch wel redelijk belangrijke zaken, bijvoorbeeld aanhoudingen. Ik heb 3 jaar studies gedaan en je ziet dat dat toch wel haar vruchten afwerpt. Dat je eigenlijk ziet dat je vlot mee kunt bij deze mensen die hier toch wel al enkele jaren werken. Het project is een vernieuwd stageconcept. Het stageconcept bestaat uit verschillende aspecten. Een stagebeurs, een voorbereidend werk en een werkelijk stageproject. Ons project is creatief, vernieuwend. Het is rendabel voor de stagebedrijven. Het is uiteindelijk ook op niveau van een professionele bachelor. De student kan voor 100% laten zien wat hij of zij waard is. Ik ben niet graag de koffiemadame. Ik ben liever eerste personage, die wat meer verantwoordelijkheid krijgt en hier goed in de groep ligt.